Hallo allemaal, vandaag wil ik met jullie een boot gaan tekenen. Teken je weer mee? Ja, vandaag gaan we een boot tekenen. Hoe teken je nou een boot? Nou, in mijn cursussen hebben we een heel makkelijk bootje. Het bootje, zeg maar. Nou, dat is eigenlijk gewoon zo. Een mast erop. Aan die mast een vlaggetje. En twee zeilen. En voilà, dit hebben we al een boot. Wat je natuurlijk ook nog kan doen, is dat je hem eerst in het water zet, die boot. Dus dat je vanuit het water begint. Nou, dit wordt al moeilijk, dus dit wordt een ander bootje. Zo. Een binnenschipper. Zo. Nou, die heeft dan wat dingetjes bij. Kijk, en hebben we er weer een ander bootje van gemaakt. Aan de achterkant natuurlijk een vlaggetje. Zo. Goed, ook een bootje. Nou, dit bootje vaart naar links. Wat is de gangbare manier van varen? Dat is eigenlijk altijd naar rechts, tenminste. In reclamewereld. Want zo vertraag je als je die kant op gaat. Dus die kant op vertraagt. En die kant op versnelt. En wil je een snelle advertentie, snelle reclame. Zorg dan altijd dat een auto die kant op rijdt. En niet iets die kant op gaat, want dat vertraagt. Nou goed, dit is. Dat vlagje staat natuurlijk de kant op waar de wind doorheen waait. Maar suggereert nu ook dat het bootje naar rechts vaart. En niet naar links. Goed, een boot. Ja, er zijn al verschillende vormen van boot. Deze laten we wel even andere golfjes tekenen. Zo. Hoppakee. En laten we dan. Is een wat grotere boot tekenen. Nou ja, grotere boot. Ja, wat meer een jacht. Zo. Zo. Dat is heel simpel natuurlijk, deze. En ik vond deze ook gewoon op internet hoor. Daar heb ik gewoon gezien van, hey, dat is leuk. Wat kun je hier natuurlijk nog mee doen? Je kan hier nog raampjes zo intekenen dat hij wat zo nou kijk, dit wordt al een hele andere boot dan dat ik op internet zag. Zo, nou ook weer wat meeuwen erbij en dan is die compleet. Dus verschillende manieren om een boot te tekenen. Ik zou zeggen, ga zelf aan de slag met een boot. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.